gaat eigenlijk heel goed op de voedselbank. Natuurlijk hebben wij een aantal problemen, maar voordat ik kwam, ik ben dus nog niet zo heel lang bestuurslid. Ik heb het overgenomen van iemand anders midden in de coronatijd. En voordat ik hier kwam werken, hadden ze dus alles aangepast aan de corona. En ik moet zeggen, dat loopt super. We hebben hier nog niet één besmetting gehad. En we krijgen toch iedere week op vrijdagmiddag 200 mensen binnen die hun voedselpakket opkomen halen. Het is wel zo dat wij op het ogenblik een flinke stijging zien van het aantal aanvragen. Er komen iedere week tussen de 4 en 6 nieuwe aanvragen. En dat betekent dat voor ons het werk behoorlijk toeneemt. En dat is, dat is hard aanpoten. We zijn met 95 vrijwilligers en we kunnen er dus altijd mensen bij gebruiken. En daarvoor hebben we ook een afdeling intake. Die kijken dus van, volgens de regels die er zijn, van hoeveel eten heb je, hoeveel geld heb je uiteindelijk per week te besteden om voedsel te kopen. En als je aan al die regels voldoet, dan krijg je een papiertje mee en dan kan je je op vrijdagmiddag melden. Dan krijg je een voedselpakket voor een aantal dagen mee. Voedsel inkopen of verzamelen, dat weet ik, dat is buiten mijn belangstelling, zeg maar. Maar wat wij wel heel merken, wij hebben, ondanks dat wij met vrijwilligers werken, hele hoge kosten. Wij hebben 4 busjes lopen die iedere dag rijden door Twente om eten op te halen. Nou, die busjes hebben brandstof nodig, verzekering, onderhoud enzovoort. We hebben hele grote vries- en koelcellen die vreten stroom. En we hebben ze wel nodig, want wij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als alle grote supermarkten. Een paar jaar geleden ben ik hier gewoon naar binnen gewandeld om toch wat activiteiten te hebben na mijn pensionering. En ik vind het gewoon leuk om actief te blijven, ook voor de Almeloze gemeenschap. Ja, en wat is zoal je taak waar je je erg mee bezighoudt? Dat is het klaarmaken van koelpakketten. En die delen we vrijdags uit. Dus ik doe dat donderdagsmorgens en vrijdagsmiddags.